In de ballroom van Royal Torarica is voor de tweede keer een conferentie gehouden over het accountantsberoep en de wereldwijde ontwikkelingen hieromtrent. De conferentie is gehouden door het Suriname Registers Accountants Instituut en aan deze conferentie hebben diverse stakeholders deelgenomen. Het thema van de conferentie, Global Developments and the Accounting Profession, Preparing for the Future, biedt een uitstekende basis om interessante en actuele onderwerpen te belichten. Binnen dit conferentiethema zullen achtereenvolgens aan bod komen. De relevante mondiale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving, de-risking, de NRA, Financial Reporting, IFRS, IPSAS, en informatietechnologie, blockchain-technologie, data analytics, etc. Als tweede de invloed van deze ontwikkelingen op de accounting profession als geheel. En hieronder vallen het accountantsberoep, maar ook alle financiële deskundigen die in relatie staan tot accounting en reporting. En tenslotte, hoe deze beroepsoefenaars zich het beste kunnen voorbereiden en kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Dit alles dus binnen het conferentiethema Global Developments and the Accounting Profession, Preparing for the Future. Kunt u me uitleggen wat deze conferentie inhoudt? Ja, dus het inhoudelijke van deze conferentie zijn een aantal belangrijke topics. Even verdelen in, als je het verdeelt in drie delen, dan is één belangrijk Natural Risk Assessment. Dat is ook een internationale ontwikkeling. Suriname is natuurlijk aangesloten bij de CFATF, Caribbean Financial Action Task Force for Combating Money Laundering and Terrorism Financing. En belangrijk lokaal topic dat natuurlijk speelt is die Natural Risk Assessment die moet worden uitgerold, of die wordt uitgerold. Dat is één belangrijk blok. Daarnaast hebben we een belangrijk blok wat zich meer richt op de content van ons beroep. Financiële verslaglegging in de zin waar wij ook natuurlijk van een internationaliseringsslag hebben gemaakt. Dat wij ook International Financial Reporting Standards hebben geadopteerd als een verslaggevingsstandaard en daarop voortbordurend zal tijdens deze conferentie ook aandacht aan worden besteed. En daarnaast ook IPSAS, wat bestemd is, dus internationaal gebruikelijke verslaggevingsstandaard voor de publieke sector, dus de overheid. Dat is zeg maar blok 2, de meer technische onderwerpen die beroepsgerelateerd zijn. En daarnaast hebben we nog wat meer andere social aspects. Dat is de work-life balance, aspecten die typisch ook belangrijk zijn in de ontwikkeling van ons beroep. Hoe ga je daarmee om, et cetera. En de rol van de vrouw, et cetera, et cetera. Dus dat zijn de drie belangrijke blokken waarbij blok 1 eigenlijk een heel belangrijk accent krijgt gedurende deze twee dagen. Dus vandaag en morgen. Ja. Misschien mogen we in dat opzicht nog even expliciet benoemen de invloed van de automatisering, dus de informatietechnologie op de accountancy, maar ook totaal op de financiële functie. Want we hebben net een leuke presentatie gehad hier over blockchain en dat is natuurlijk een enorme hype. En ik denk dat uit die presentatie ook is gebleken dat het lang niet zo ver weg is als sommige mensen nog geloven.